Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 18 juli van Weerplaza. Het was vandaag weer een droge zomerdag, wel met wat hoge sluierbewolking en stapelwolken. De zon die scheen daar echter vaak doorheen en het werd zo'n 22 graden vlak aan zee tot 27 graden in het oosten van het land. Zo zag het er vanuit de lucht uit, met overwegend veel bewolking boven het oosten van Europa, boven Polen. En ook in het westen waren wolkenvelden aanwezig, boven Engeland en Ierland. Diezelfde verdeling laat ook de weercomputer zien. En buien worden er berekend voor het oosten van Europa, Polen, Tsjechië en Hongarije, daar vallen een aantal buien. En ook wordt de lucht onstabiel boven het westen van Frankrijk morgen. In ons omgeving gebeurt er eigenlijk niet veel. Er staat weinig wind. Ook vanavond en vannacht, dan is het windstil. De wolken lossen vanavond op. De temperatuur daalt vanavond naar 19 tot 23 graden. En vannacht ligt het minima tussen de 11 en de 16 graden. Er zijn wat wolkvelden, maar ook brede opklaringen. En morgen begint de dag met veel zonneschijn. In het loop van de dag ontstaan er een paar stapelwolken. En de temperatuur die stijgt snel. Smiddags dus wordt het 23 tot 25 graden in de kustprovincies. Verder landinwaarts ligt het kwik tussen de 26 en 28 graden. De wind waait zwak tot matig, voornamelijk uit een noordelijke richting. Vrijdag blijft het ook nagenoeg droog en is het nog zomers warm met 24 tot 28 graden. Alleen later op de dag kan er misschien in het zuidoosten een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan. Op zaterdag is de kans op een verdwaalde bui ook iets groter. Op veel plaatsen blijft het echter droog en ook vrij zonnig met een temperatuur in de middag tussen de 23 en de 26 graden. En ook zondag is het nagenoeg droog en ligt de temperatuur in de middag tussen de 22 en de 26 graden. Als we dan eventjes de kans op zomerweer erbij halen, dan kunnen we zien dat de zomer voorlopig stevig in het zadel zit. Alleen in het weekend is de kans op minder dan 25 graden iets groter in ons land. Maar voor volgende week, dan berekent de computer voor de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag een grote kans op tropische waarden van meer dan 30 graden. En daarbij blijft het veelal droog. De kans op regen is de komende tijd erg klein. Ik ben Diane Woei van weerplaza.